Van de Putten. Heeft hem door aan Boorman. Die weet de bal niet voor te krijgen. Bosman. Ja, dat is knullig ingeleverd daar, die bal. En dan zal daar een schot komen zometeen misschien. Ja, dat komt er inderdaad. En die gaat erin ook. En dan weet FC Lisse de voorsprong te pakken. Van Ekeris doet het dan. In de 9e minuut van de wedstrijd komt FC Lisse op voorsprong tegen Quick Boys. Oh, de keeper. Cummins levert hem in bij Van der Ban. Nordanis. Nordanis wil voor eigen succes gaan. Het levert geen succes op. Van Kippersluis dan alsnog. Van Kippersluis, doelpunt. En Quick Boys op gelijk hoogte in de 34e minuut. McCoy. Lorenzo van Kleef. De 16 in. Geeft hem terug aan Mahmoud. Staal. Terug naar Van Kleef. Niet voorbij een Lars Klomp, maar McCoy heeft de bal nog in de 16. McCoy geeft hem voor. Daar is de goed. Zo, de doelpunt. Quick Boys pakt de voorsprong in de 51ste minuut. Quick Boys staat op 1 tegen 2. Doel te maken in de 29, Nino Nordanis. En u hoort het, inderdaad, Nordanis. Bij het Apperende Kamp. Daarachter, kopbal, een doelpunt ook. Jan Willem Kamp. 3-1 voor Quick Boys. Quick Boys staat op 1 tegen 3. Nummer 4 was de doel te maken, Jan Willem Kamp. Net als vorige week in Volendam. Jan Willem Kamp met een doelpunt. Dus uit die vrije trap van Nick Runderkamp.